It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Chesto en vandaag spelen we weer Call of Duty Black Ops 2. We gaan gewoon lekker een team damage potje spelen op de map Express. Dus mocht je deze video leuk vinden, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. En we gaan kijken wat we kunnen gaan doen. Ik heb streaks, UAV, stealth chopper en de Orbital V staan ze met een A94 met erop een silencer en de adjustable stock. En de cherry blossom camo. Dus, laten we gaan kijken wat we kunnen gaan doen. En ja, hopelijk... Zetten we een beetje chille scores neer. Daar is sniper kill nummer 1 althans. Oh, sniper kill nummer 2. Maar speelt het echt alleen maar snipers of wat? Ze moeten even. Ah, dus er loopt daar een M27. Die is nu ook neergesnijd. Ze moeten eventjes opgeletten, maar we gaan bijna die UAV binnen nog 1 kill. Daar is die. Dat was gelijk een dubbel kill, dat is ook mooi. 8 heel. Oh, dat is een teammate. Sorry teammate. Mijn fout. One more down. Shooter hit. Let's go, dan heb ik bijna een stealth chopper binnen. Oh nee, dan word ik gesniped. Oh, jammer dit jongens. Oh, dat is zonde. Kijk, daar zitten ze allemaal. Oh shit, waarom klinkt erop? Sniper, take him out. Hallo. Zo, jij bent ook slecht, jongen. What the fuck? Zag je die sniperkogel? Confirm down. Hij loopt dan met een knife, jongens. Nu niet meer, nu is hij dood. Ik heb weer een UAV'tje, oké. Zit er ook een stealth chopper in? Ik wil mijn stealth chopper halen. En mijn orbital. Dit potje nog. Anders word ik mad. Let's go, die had ik ook. Oké, zitten hier allemaal boven. Godverdomme, hij is die al gekild. Nu hebben we ook geen UAV meer. Oh my god. Oh my god. Let's go, mijn stealth chopper heb ik binnen. Holy shit, jongens. Oh nee, ik ben dood. Ja, dat is geen orbital dus, want ik werd geshockcharged. Maar ik heb mijn stealth chopper wel binnen en die kan tenminste kills maken. En die orbital vies, was alleen maar eigenlijk dat het potje sneller voorbij ging. En nu is ik mijn payback op jou, jongen. Kijk, kijk, nu gaan we even beest. Dus verstaan we? 8-0-2, let's go. Ja, en dan word ik nog even gestunt, jongen. Ik speel echt nooit met stunts. Ik speel echt nooit met stunts en flagjack of stunts en frag grenades. Alleen soms met een C4. Wow. Dat is een heel speciaal geval, maar. Hij killt zichzelf met zijn eigen boze Betty. Dan ben je wel goed, man. Je moet gewoon altijd bukken als je een boze Betty tegenkomt. Oké, ik heb nog een UAV'tje binnen. Oh, hij draait gewoon en ik ben dood. Kut, kom op teammates. Ben ik, ik heb 24 kills. Hij heeft me ook nog. Oh, dit was slecht van mij. Dit was slecht van mij, echt waar. Zo, haal hem ook nog bijna. Lopen teammate. We knijven allebei. Wacht, waar hebben we? We knijven allebei mis. In mijn rug. We knijven allebei mis. En dan heb ik het voordeel dat ik een wapen heb. En niet mijn wapen pakken, dat vind ik niet aardig. Ik heb nog een UAV binnen. Oké. Nog 10 kills, maar daar 11 kills. Waarom maak ik steeds mijn UAV kapot?
Ah, sorry teammate van Kill Team. Ik dacht dat een enemy was, hè? Oké, ik heb nog stealth chopper. Ik heb ook nog een orbital. Ah, snel inkallen die shit. En dan hebben we de final kill cam, jongen. Let's go. 35 om 6 is mijn score. 5,83 kill death ratio. Ik vind het een chill potje geweest. Ik hoop dat jullie ook een chill potje hebben gevonden. Dus laat alsjeblieft je blauwe duimpje omhoog achter. Helpen mij natuurlijk enorm. En dan hoop ik jullie natuurlijk ook te gaan zien morgen bij een nieuwe video. En zoals ik altijd zeg, mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.